Rashida Ashoud, welkom aan tafel. En neem een wortel. Ja, zal ik doen. Een goede begin van de dag. We komen uit jullie eigen keuken. Jullie helpen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk. We gaan even slikken. Ja, dat gaan we zeker doen. Hoe doen jullie dat? Nou, mensen die komen bij ons in een traject en dat traject kan nog wel eens verschillen. Voornamelijk zijn het werk-leertrajecten. En dan zijn mensen die even heel simpel gezegd, maar zo simpel is het niet, een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. En die afstand die kan heel groot en heel klein zijn. En degenen die bij ons aan de slag zijn, die groep is heel divers. We hebben mensen van leeftijd 16 jaar tot 60 plus. En jullie hebben ook verschillende locaties. Dit klopt. Is Café Allee, ja, maar dit is niet de enige locatie. Nee, we hebben twee restaurants specifiek in een wijk. Om ook de leefbaarheid daar te bevorderen. Dat is een sociale functie die we daar invullen. Eentje is gevestigd in Stratum, in de Kruidenbuurt, het Kruidenhuis. En de andere in onze wijk, Woenserwest. En hebben die dan ook een bepaalde couleur? Want hier is de keuken heel specifiek. Ja. De extra functie die we met de wijkrestaurants beogen is om de sociale cohesie in de wijken te bevorderen. Dus we hebben daar ook een heerlijk drie gangen menu op de kaart staan voor 7 euro. Voor 7 euro? Ja, voor 7 euro. We hebben bijvoorbeeld heel veel oudere gasten die anders afhankelijk zouden zijn bijvoorbeeld van tafeltje dek. Die daar gewoon dagelijks heerlijk komen eten. Maar wat krijg je terug? Van, hè, er zijn heel veel van dit soort projecten, maar hoe meet je nu of het werkt? Nou, onze voornaamste doel natuurlijk voor de stichting, want daar doen we het voor, want horeca is voor ons een middel. Maar het doel is leren werken en meedoen. En wij meten dat uiteraard aan onze uitstroom. Hoeveel kandidaten die bij ons in de begeleiding komen, die dan ook specifiek in het traject komen, stromen door naar reguliere werkgevers. Dus het is een tijdelijke baan waarin je leert en werkt en meer klaargemaakt wordt om een vervolg te geven aan jouw carrière. Klopt, wij zijn de laatste schakel voordat iemand in de reguliere horeca aan de slag gaat. En bij ons leren ze vaardigheden, zowel vaardigheden die met de horeca te maken hebben, maar ook arbeidsnormen, sociale vaardigheden. Hoeveel mensen hebben of zijn al bij jullie aan het werk gegaan en zijn doorgestroomd? Wat zijn de cijfers? De cijfers, ligt een beetje genuanceerd. Omdat wij ook kandidaten hebben die alleen bijvoorbeeld voor een dagbesteding bij ons komen. Ja. Dus die hebben niet het doel om door te stromen naar een betaalde baan. Maar als je kijkt van degenen die echt in het traject komen, dan ligt dat percentage rond de 60%. Dat is dus heel veel. Ja, dat is best veel. Zijn er ook mensen die niet bij jullie terecht kunnen? Ze kunnen in principe niet bij ons terecht als ze niet willen. We hanteren ook een proefperiode van 2 maanden. Dus de motivatie is het uitgangspunt om bij jullie een plek te kunnen krijgen. Precies, ja, dat is natuurlijk ook ontzettend belangrijk. Dan het geld, want dat is ook belangrijk. Ja. En als ik die bedragen hoor van 7 euro, ik weet niet, deze woordjes gaan we straks ook verder eten. Ja. Maar hoe bedruipen jullie jezelf, kan dat? Nou een groot gedeelte komt uit exploitatie, want Café Allee, dat is een ander concept. Daar hebben we ook commerciële prijzen. Jullie zitten natuurlijk ook op een hele mooie locatie waar behoefte is. Ja. Aan een dergelijk café. Ja, en tijdens lunch zit het hier ook stampvol en de avonden beginnen ook goed te draaien. Dus daar komt een gedeelte van de middelen binnen. Daarnaast hebben we ook catering, reizende spijzen. Daar organiseren wij gewoon grote events, personeelsfeesten, congressen, symposiums. Ja, daar betalen de klanten gewoon voor. Ik wilde je een hand geven, maar dat gaat niet. Dus ik bied je nog een wortel van eigen keuken aan. Ja. En Svi trouwens, die dit gemaakt heeft, die is bij ons begonnen als een leerling die in een traject zat. En hij deed het zo goed dat het toen op onze vacature vrij kwam dat we hem zelf hebben aangenomen. Ik zeg, de chef mag blijven. Moet blijven. Eet smakelijk en ontzettend veel succes. Dankjewel.